80 jaar en nog steeds aan het werk. Uw medewerker Harmen die werkt hier nog steeds bij het bedrijf Hoogenberg Natuursteen. Bent u trots op hen als medewerker van het bedrijf? Ja, natuurlijk. We zijn ontzettend trots dat wij iemand van bijna 80 hier nog steeds rond hebben lopen. Die gewoon met veel plezier hier nog steeds een paar dagen in de week komt helpen en aan het werk is. Zo hebben we meerdere die eigenlijk al hun pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Maar nog steeds hier wat hand- en spandiensten komen verrichten. En zo ons helpen en ondersteunen in het bedrijf. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. U zou eigenlijk al een tijdje met pensioen kunnen zijn. Waarom heeft u ervoor gekozen om toch nog hier te blijven werken? Nou, ik was 60. Toen heb ik mijn bedrijf verkocht. Ik had een boerderij. En toen wilde ik toch nog wat gaan doen. En toen was er een schoonzoon die werkte hier. En die zei, Harmen, dat is wel iets voor jou. Nou, toen ben ik hier komen praten en zodoende ben ik hier blijven hangen. Maar ik loop hier al zo'n 20 jaar. En ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Ik doe dat 2 dagen in de week. En dat doe ik met plezier. En wat vond u eigenlijk het leukst om hier te doen? Nou, in eerste instantie hou ik van opruimen. En dat de boel er netjes uitziet. En dat schort er nog wel eens aan. En welke producten worden eigenlijk allemaal gemaakt hier? Nou, hier maken we niet zo heel erg veel. Wij hebben wel de mogelijkheden om nog van alles te produceren en te maken. Maar we hebben een productielocatie in China. Dus wij hebben wekelijks een container hier waar veel maatwerk in wordt aangevoerd. Zoals keukenbladen, grafmonumenten, doorpost, vensterbanken. Eigenlijk alles van natuursteen kan. En of het nou om 1 vensterbank gaat of 1000, dat maakt niet uit. Dat is allemaal mogelijk als het maar maatwerk is. En vervolgens wordt het hier uitgepakt, gecontroleerd en dan gaat het door naar de klant. Is het eigenlijk moeilijk om natuurstenen te bewerken? Ja, het bewerken van natuursteen, dat is natuurlijk een specialistisch werk. En daar hebben we ook goede mensen voor. Waar wordt het meeste materiaal eigenlijk vandaan gehaald? Nou, dat is eigenlijk ook uit de hele wereld. Vroeger was dat natuurlijk veel uit Europa, uit België. Veel mensen kennen wel hardsteen. Wat marmer uit Italië. Maar tegenwoordig is de wereld natuurlijk heel erg groot. Dus komen er veel meer granietsoorten. Dat is ook het materiaal wat we eigenlijk het meeste toepassen tegenwoordig. Dat komt veel ook uit China, uit India. Maar ook eigenlijk uit andere delen van de wereld. En dat wordt allemaal naar China toe vervoerd. En vervolgens daar verwerkt, zodat we het hier kunnen gebruiken. Jullie bedrijf is ook aangesloten bij TrueStone en dat is het initiatief Eerlijk en Duurzame Handel in Natuursteen. En waar wordt er eigenlijk allemaal naar gekeken dan? Nou ja, wij vinden het belangrijk natuurlijk om als bedrijf uit te dragen dat wat wij in China produceren, dat dat op een eerlijke en verantwoorde manier gebeurt. Dus dat de mensen die daar voor ons aan het werk zijn gewoon goede loon krijgen en op de juiste manier aan het werk kunnen. Nou zijn ze in China daar al heel ver mee en hebben ze soms qua arbeidsomstandigheden al veel meer voor elkaar dan dat wij vaak denken. Maar het gaat natuurlijk ook vanuit een groeve, hè, dat gewoon eigenlijk de hele keten in kaart wordt gebracht. Van de groeve tot aan uiteindelijk het product wat bij iemand als keukenblad op zijn keuken ligt. Of als grafmonument uiteindelijk op een begraafplaats geplaatst kan worden. En doet u ook echt fysiek zwaar werk? Nee, heel zwaar werk, dat valt best mee.